Het is misschien wel het beroemdste schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. Het Rijksmuseum heeft van het schilderij een levensgrote, zeer gedetailleerde foto gemaakt. In de zomer van 2020 ging deze replica nog verzorgingshuizen af. Nu staat hij in het Catharina ziekenhuis. Ja, heel bijzonder dat wij daar naar mogen kijken, denk ik. En dat hij hier mag staan. En ja, net ook wel bekeken. En het valt me echt heel erg op dat er veel gewerkt is met verschillende lichtinvallen. En dat bepaalde contrasten daardoor heel erg naar voren komen in het schilderij. Ik had hem zelf ook nog nooit eerder gezien. Dus ik vind het wel bijzonder dat ik het mag waarnemen. Voilà. Het is de bedoeling dat de replica van de Nachtwacht een momentje van rust biedt. Even weg van alle heisa. Voor zowel de patiënten als het personeel. Ja, je vergeet gewoon even de omgeving of zo. En je bent echt gefocust naar wat is dan nou afgebeeld op het schilderij. En ik vind het wel heel mooi, moet ik zeggen. Je bent toch eventjes met je gedachten ergens anders. En ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat zo langs afloopt en van alles ziet. Je ziet elke keer iets anders als je ernaar kijkt. De replica is 5 meter breed en 4 meter hoog. En gaat een tour maken langs verschillende zorginstellingen. Voor de komende 2 weken staat hij nog in het Catharina ziekenhuis.